Ja, lieve vrienden, goedemiddag. Ja, ik ben heel erg laat en ik heb mijn haren gewassen en al. Dus ik ben boven aan het werk geweest. En het is 14:20 uur, maar ik wens jullie wel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. En wie weet draaien we er een dinsdag erbij aan. Ja, Frodo die ligt hier, die is net buiten geweest. Hé, kerel? Ja nou? Ja, hij is lief. Dus ja, en Kambo die loopt hier rond. En Ewen, ja, weet ik veel, die zal wel weer boven wezen. Ik weet het niet. Het is wel mooi weer, maar het is heel, heel, heel erg koud. Ja, niet te doen hoor. Echt niet. Ik zou de deur nog even uit, maar het is echt mijn te. Ja, ik vind het niet leuk. Ik ben met koffie bezig. En ik moet zo meteen even... Wat doen met mijn telefoon, want dat klopt iets niet, daar snap ik niks van. Dus ja, dan moet ik even nakijken hoe en wat. Want ik kan niet bij de Rabobank komen. Dus ja, moet ik even kijken hoe en wat. Maar dan komen we ook wel weer achter. Ik ga even nog een broodje eten, want ik heb zin in wat. Dus ja, het is al laat, maar oké, doet er niet toe. Nee toch, als je zin hebt in iets moet je eten, vind ik. Je kan niet je maag laten gaan rammelen, want dan heb je zoveel herrie. Toch? Oh, hier is Ewin. Ewin. Hi, meisje. Hi, meisje. Nee, geen zin? Nou, wat hebben jullie dan? Helemaal geen zin. Hé? Nou, dan niet hoor. Dat is niet nodig. Het hoeft allemaal niet. Nee. Niks nodig. Nee. Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en ik zie jullie straks. Ja, lieve vrienden, het is alweer avond. De diertjes hebben alweer te eten gehad. Ik zal even het schoteltje pakken. Daar heb Ewin van zitten te smullen. Dat, ze hebben het allemaal op. Nou ben ik weer eens een keer aan de beurt. Ja. En ik heb gewoon weer zo'n lekkere, luie dag. Ja. Maakt allemaal niks uit. Lekker voor mezelf, ja. Maar ik vind het ook echt niet erg hoor. Nee. Lekker een dag rust. Ik heb vanochtend mijn persoonlijke begeleider van Cirelo gezegd van... Bekijk het maar. Je hoeft niet te komen vandaag. Geen zin in, nee. Dus vandaar lekker gewoon mijn eigen gangetje. Ik zal zo meteen nog eerst even naar buiten gaan om de schutting weer op slot te doen. Zodat er niemand binnen kan komen. En dan dus bellen ze maar aan. Simpel. Ik heb hier nog lekker groenten staan. En ik heb op de kachel op een schoteltje vlees staan. Hoi man. Hoi man. En hier ook Ewin. Nou, dan is dat ook gelijk ontdooid. Lekker. En dus, ja, ik weet het niet eens wat het is. Kip of, weet ik veel. Het zijn in ieder geval burgers. Ga ik zo meteen lekker bakken. Hek, twee maal. Dus vandaag één en morgen één. Ik heb brood uit de vriezer gehaald, want dat had ik ook niet meer in de magnetron leggen. Ja, ik gebruik de magnetron als broodtrom. Waarom ook niet? Simpel zat, blijft het ook goed in. Tenminste, je moet het niet, ja, je moet wel opeten, hè, vanzelf. Ik heb zo'n jeuk aan mijn neus. Ah, heb jij ook een jeukige neus? Nee, ja. Nee, ja. Nee, ja. Zo lief. Het waait als een raket hier. Ik hoor het door de kieren van de deur heen. Maar ja, zolang het in mijn huis maar warm is, want dat komt omdat ik boven in de douche het raam even een stukje open heb staan. En daarom hoor je het gieren is mij verteld. Maar zolang het niet tocht langs mij is tot vorig jaar, dan zit ik dan naast mijn bureau. En ik had gewoon steenkoud. Ja, niet normaal.
Je voelde het gewoon bij de deur tochten en dat voelde ik gewoon bij het bureau helemaal. Nou, daar heb ik ze direct dus iemand bij laten komen. En die heeft een heel nieuwe tochtstrip geplaatst. Maar ik heb wel gezegd, ik zie jullie moeten slimmer wezen. Hoezo? Ik zei, nou, je moet naar die deur zelf kijken. Hij zei, wat is er mee? Er is niks mis mee. Ik zeg, oh nee. Ik zeg, ga maar erbij staan. Ik zeg, dan zie je daar bovenaan hem helemaal goed sluit. Ik zeg, maar hoe verder je naar beneden zakt, sluit hij niet meer, want je ziet de buitenlucht. Ik zeg, je ziet het licht van buiten, je ziet het tussendoor. Ik zeg, dat is niet goed. Ik zeg, dat ding is krom. Maar ja, oké, krijg je niet voor elkaar. Nee, niet te bouwen. Maar ja, maakt ook niet uit, zolang het me niet tocht. Toch nou niet, met die nieuwe tochtstrip. Maar ja, die tochtstrippen die verslijten ook op den duur weer. Dus dan moet je weer, en dan moet je weer, net zolang, ja. Tot wanneer die deur zegt van, maar kijk het maar, ik doe het niet meer. Nee, maar oké, ik wens jullie allemaal een genoeglijke avond. En ik zou zeggen, geniet ervan. Doe ik ook. En ik ga lekker mijn eten klaarmaken. Ik ga eerst die schutting even op slot doen. En dan kom je weer koud binnen. Ja, ter plekke, maar het zit nog geen meter natuurlijk. Want ik heb ben niet meer naar boven geweest. Bekijk het maar. Ja, ik had andere dingen te doen. Facebook bijgewerkt vanmiddag. Vanavond dus weer. Maar in ieder geval, dan is het niet zoveel dan ik het nu had. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Oh, dat was mijn hand. Ja, lieve vrienden, ik heb hier een stok. Die begint daar. En die loopt dan zo. Hup, in de bochtje. Weer deze kant op. Hier naartoe. Die heb ik ooit in de duinen, tenminste in het bij ons, in het bos wat de donkere duinen heet, hek hem gevonden. En ik vond hem mooi. Maar heb ik voortijd de hek hem uit de schuur gehaald en hier is helemaal met een harde stoffer. Een harde boender, laat me zeggen, helemaal schoongeveegd, dat zand en alles eraf is. En voor de rest wil ik hem eigenlijk zo laten. Ja, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar het is echt heel mooi. Ik laat het gewoon zo. En ik heb boven, ik ga hier even zitten. En dan draai ik dat ding wel om. En boven heb ik nog een kerstgalander leggen. Wikkel ik eromheen. Kijken hoeveel ik nodig heb. Ik hoop dat ik er genoeg heb. Dan doe ik daar lichtjes in. En aan weerskanten doe ik touw om hem ergens vast te binden, bij wijze van spreken aan de lamp en daarna de lamp. En dan ga ik die versieren. Dan heb ik toch weer iets met kerst. Ja, gewoon een kerst geval, weet ik veel. Jullie komen er natuurlijk allemaal te zien. Ja, daar laat ik jullie getuige van zijn. Ik ga straks naar boven om eventjes die galander op te halen. Dan ga ik er sowieso vanavond die galander eromheen doen. En misschien ook de verlichting. En natuurlijk touw moet er aan vast om hem vast te binden. En voor de rest, nou ja, dan zie ik het wel hoe ver ik kom. Ja, even kijken hoe ver ik ermee kom. Lijkt me leuk en een strak plan om dat even te gaan doen tussen de bedrijven door. Ja toch, heb ik toch wat te doen, iets leuks of iets heel anders. Ja, dan dat kan ik dan ook de versiering eruit halen en dan gewoon naar boven de zolder brengen. Ja, komt allemaal goed. Dus ik zeg, tot later. Nou lieve vrienden, ik heb... Dan moet je wel aan willen. Ik heb dus... Ik ben met mijn vingers even bij de lamp bezig. Dat merken jullie wel. Ik heb dus die boomtak met groene... kerstgalander omwikkeld, waar de verlichting dus nog in zat. Maar dat witte, dat is vlaggenmastkoord. Nou ja, ik vind het mooi. Dan touw. Ik heb hem op drie punten heb ik touw aan gedaan.
zodat je hem daaraan kan ophangen, want ja, het is toch best zwaar. Enkel ja, ik zal hulp nodig hebben om hem op te hangen. En dat kan ik zelf niet doen. En dan moet met de stekker die hier al legt, ja, die moet die kant op, dan moet die punt daar naar het stopcontact boven de spiegel. Ja, daar is ook een haak. Daar kan hij aan vastgebonden worden, want die draaislinger aan zit. En dan wil ik hem deze kant op hebben. Voilà, 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 voilà. En daarom bij aan vast zien te binden als dat kan. Als dat mogelijk is, of daar een haak bij zit, maar dat weet ik niet. Kijk vanaf de grond niet bekijken. 1, 2, 3. Vrouw die ligt daar lekker. Ewen die ze daar eigen te poetsen. Hé, Ewen? Ewen. En miauw? Ja, miauw hè? Ja, miauw. Wat voor dikkie. Hé? Ja, waar kan wel of iets? Die zal boven wezen op de wasmachine of de droger, dat weet ik niet. Maar dat doet er niet toe. Dan moet hij weten waar die is, zo simpel als wat. En ik ga de boel weer opruimen, want ik had het al opgeruimd, maar ik wou jullie laten zien. En ik maak een bakje koffie klaar voor mezelf. En ik wens jullie allemaal een genoeglijke restavond. Voor degenen die naar bed gaan, lekker slapen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!